Jij voelt je heel tof zeker als jij een Tesla zou hebben of een Rolex horloge. Maar ik vraag me dan af, hoe ging dat er vroeger nou eigenlijk aan toe? Wat waren de statussymbolen voor de tijd van Rolex? Ik ben Roelof en ik ga hier binnen op zoek naar het antwoord op deze vraag. Let's go! Hoe deden ze dat vroeger nou? Als je geld te veel had, wat koop je dan? Het antwoord is dit. En dit. En dit. En ook gewoon dit. Dat is het antwoord. Zelfspelende mechanische apparaten, instrumenten, dat soort dergelijke. Ik sta in een museum vol met dit soort dingen. En we gaan er een paar bekijken. En we gaan beginnen bij deze. Dit is een soort van, zou je kunnen zeggen, 200 jaar oude televisie. Kijk, je hebt hier een grote, dikke kast met een klok erin en beeld. Dit beeld gaat ook bewegen. En je hebt natuurlijk muziek. Dat zit hier achter. Kijk. Ik zal een demonstratie geven, dan begrijp je gelijk wat ik bedoel. Misschien is wel het meest indrukwekkende aan dit instrument de techniek die erachter zit om het spelen te krijgen. Nou, en aangezien je zoiets dus blijkbaar koopt om gewoon te patsen met dat je kei en kei rijk bent, heb je ook klokken waarbij je erin kan kijken, zoals deze. De achterkant is van glas en dan zie je precies hoe die werkt. Nou, hoe werkt het nou en wat ga je zo meteen zien? Hier zie je een cilinder met allemaal pinnen en daar staat de muziek op. Dan heb je hierboven heb je een rij met hamertjes en belletjes. Die lezen de cilinder en vervolgens slaan de hamers op de bellen en dan heb je muziek. En dat klinkt dan ongeveer zo. Hallo poppetje. Hij antwoordt niet terug, want dit is een automaat, dus een mechanische machine. En dit ding is het ultieme statussymbool, naar mijn mening dan. Het is een poppetje op een ladder en hij kan een trucje. En dat trucje zal ik je laten zien. Ik weet natuurlijk niet hoe het met jullie zit, maar ik vind dit een geniaal apparaat. Zeker als je bedenkt wat er allemaal achter zit om het spelende te krijgen. Een heel centraal radarsysteem, allemaal draden die hier door de ladder heen lopen om die bewegingen te besturen. Briljant uitgedacht. Nou, vond jij dit nou niet zo briljant? Dan is volgende week misschien meer een video voor jou. Dan gaan we kijken naar de Nederlandse straatorgelcultuur en hoe Nederlands die eigenlijk is. Voor nu ga ik lekker in de zon zitten, dus de groeten aan je sproeten. Houdoe!